gedaan. Maar de arts vond het niet normaal dat ik dat zo had gedaan. Of geaccepteerd. Daarom is het ook blij dat wij dus twee veteranenverenigingen hebben. Ja, en we hebben... Daarna zal ik mij gaan afmelden bij de burgemeester. Dan blijft u staan, ik zet u in de houding en ik breng u de militaire groet. Luister uit. Geef. Acht. Burgemeester, dit is Jean-Major Molenveld, gereed voor het Veteranendag. Ik wil nu iedereen de militaire groep brengen. Officieren. Onderofficieren. Manschappen en soldaten. Op de plaats, rust. Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Want dit is wel, ik moet zeggen, het is wel bijzonder zo. Ik ben nooit in militaire dienst geweest. Nou, verkeer ik wel een goed gezelschap, want de huidige minister is ook niet in militaire dienst geweest. En de vorige minister ook niet. Dus. Een van de taken die wij kregen was het QRF. Het QRF is een Quick Reaction Force. Als een eenheden die op patrouille waren in problemen kwamen, dan werd dat ondersteund door een Quick Reaction Force. Dat was een eenheid die continu klaar stond om in te grijpen als dat aan de hand was. De voertuigen stonden klaar, de mensen stonden klaar. Het was omhangen en op de voertuigen gaan en dan wegrijden. Je kan, vaak heb ik dingen verteld thuis en uitgelegd, maar het is niet altijd te begrijpen en te bevatten wat je dan meegemaakt hebt. En als je dat in je eigen vereniging met je eigen mensen dat kwijt kan, is dat een enorme steun. Daarom ben ik ook blij en wil ik u ook bedanken, burgemeester en uw mensen, dat deze dag mogelijk gemaakt is. En dat u bedanken voor deze erkenning. Dank u wel. Wij hebben hier een bijeenkomst gehad voor de veteranen, georganiseerd door de gemeente Tiel. Dit is een stukje erkenning voor de veteranen, dat ze dus gewaardeerd worden. En dat we op deze manier dus ook denken dat er mensen zijn geweest die zich ingezet hebben voor de vrijheid en vrede. En dat is dus hier in Tiel nu als erkenning voor de veteranen gebeurd. Dit is nu de eerste keer dat dit georganiseerd is. En ik moet zeggen, het valt niet tegen, een behoorlijke opkomst en een leuke samen zijn. Zometeen nu een drankje drinken en wat verhalen uitwisselen. En daarna dan is het een blauwe hap eten, dus de Indo-hap. Veteranen, burgers en buitenlui, de blauwe hap is hierbij geopend. Oh, kijk eens. Oh, dat is geniet hoor. Ja? Kom nog heel even langs. De sinaas, zegt u? Ah, dat is een lekker bouwhuis. Dan mag wel naar de trappen lopen. Dat bedoel ik. Ik kan het niet meer verkeerd gaan. Ik heb de fout gemaakt, ik heb niet veel. Ik zou het kaart aan. Nee, hand. Weet je maar. Ja, mooi. Vlamat maka. Vlamat maka, man. Ja. De eerste keer. Smakelijk. Hoor de wissel. Ja, en de oudste is er van ons ook bij.